Yo mensen, mijn naam is Joel. Ik maak dagelijks video's op YouTube. En fijn dat jij hebt gekeken naar een nieuwe dagelijkse vlog. Het is weer een nieuwe dag, het is weer een nieuwe week en het is weer tijd voor een nieuwe vlog. Dus fijn dat jullie hebt te checken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik met jullie hebben over een lekker onderwerp. We gaan lekker een random video ervan maken. Ik ben echt letterlijk net thuis. Het is nu bijna 11:30. En ik dacht echt van joh, laten we nou nog eventjes een vlog gaan maken. Het is echt de laatste tijd heel vaak dat ik heel laat een vlog maak. Wil je weten waarom ik heel laat vlogs nu maak? Is eigenlijk heel simpel. Ik heb elke dag van 9 tot 5 stage. En dat is best wel zwaar. Ik heb naast mijn stage heb ik ook nog andere dingen. Waar ik me ook bezig mee moet houden. Dus het is een beetje druk, maar het is nog steeds gelukt om nog elke dag een video voor jullie te maken. Mijn stage is tot en met 19 december, als ik het goed zeg. En daarna kunnen we lekker weer vlogs maken op school in de middag en lekker overdag en zo. Maar we gaan het daar even tijdelijk zo doen. En de meeste van jullie zullen dat waarschijnlijk wel weten en respecteren. Dat zou ik heel tof vinden. Dus voor de mensen die dat... Hier, kom even de knuffel. Zo. Ja, ik heb ook een kusje gelijk, hè. Heb ik een natte plek op je gezicht nu. Het zou wel creepy zijn als je nou een keer een natte plek op je gezicht hebt en nou goed. Goed. Ja, fijn dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Wat heb ik vandaag gedaan? Heel simpel, ik ben vandaag geweest naar een stage. Tot van 9 tot 5. Het ging eigenlijk heel goed. Ik heb een filmpje bewerkt op stage. Ik heb nog eventjes wat dingetjes geleerd op stage. En daarna ben ik geweest naar Tilburg. En naar mijn vriendin die is gaan werken. Daar heb ik even gekeken hoe zij werkte. En heb ik ook eventjes perps gegeten. En ik weet dat jullie... Ik heb beloofd om gezond te gaan eten. Dat ga ik ook echt doen. Ben ik ook mee bezig. Ten allereerste, ik drink nou echt alleen maar water en appelsap. In plaats van cola en dat soort dingen. Dus dat is al één geweldige sap. Het tweede dingetje is, ik eet ook gezond op stage. Ik eet crackers en tonijn met sla en dat soort dingen. Dus ik eet ook daarin gezond. Sporten gaat een beetje lastig, want ik heb elke dag ben ik moe en dan kom ik ben thuis en ben ik moe. Dus sporten gaat wel wat minder, maar ik bedoel af en toe nog wel in mijn kamer. Dus er is een vooruitgang, laat ik zo zeggen. Dat is gewoon klein te goed en daar ben ik hartstikke blij mee. Ik ga even mijn jas uit doen, want dan denk ik dat ik zo meteen weg ga. Nee, ik ben er thuis. En deze jas is super warm, hè. Ik weet dat voor de mensen die voor het eerst kijken, deze jas komt van de V&D. En hij was eerst 120 euro en hij was nu 40 euro. En dat ding is super warm. Kijk wat ik hier onderaan heb. Alleen een t-shirt. En ik liep naar buiten en het was echt gewoon super warm met deze jas. Dus dat is echt super chill. Maar goed. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik vandaag heb gedaan. En ik ben dus natuurlijk net thuis. En mijn vader liet me schrikken, jongen. Ik was op een station in Oostschout. En ik had mijn vader gevraagd of hij mij kon ophalen. Dus ik dacht van oké, chill. Dus ik zat een beetje op mijn telefoon een beetje te appen met mensen. En in één keer... Dus ik schrik me helemaal kapot. Dus ik kijk, daar staat mijn vader daar om een hoekje met een sigaret. En ik dacht van oké, hoi pap. Maar goed, dat gebeurde dus. Maar dat is eigenlijk een beetje dat. Ik ga binnenkort trouwens ook een video posten waarin ik een aantal... voor de mensen die mij nog niet op Instagram hebben, voeg me daarop toe. Want ik ben echt heel actief op Instagram en op Facebook. Mocht je me wel al hebben op Facebook, super tof. Maar voeg me ook toe op Instagram, want ik ben daar heel actief op. Ik plaats er onder andere ook video's neer. Dus als je nog benieuwd bent naar nog meer video's, post ik regelmatig daar video's neer. Dus voeg me toe op Instagram. Hoe doe je dat? Hieronder in de beschrijving staat een linkje van mijn Instagram. Apenstaartje Joel Maton, dat is gewoon mijn naam. En dan vind je mij wel op Instagram. Dus voeg me daar ook op toe. Ik zal binnenkort ook een aantal video's posten op dit kanaal. Een soort van compilatie van allemaal video's die ik heb gepost op Instagram. Dus die ga je er ook nog binnenkort zien. Ik denk morgen dat ik even op stage ga doen. Goed hè. En dat is dat. Maar goed, ik zal dus vandaag een filmpje voorbij komen op YouTube. Ik weet niet of jullie hem hebben gezien of op Dumpert of waar dan ook. Dat was een kerel, zeg maar. En die, je weet toch van die bruggen die zeg maar naar boven gaan. Weet je wel, die gekke brug. Als er een boot aan komt, die brug zo naar boven gaat. Die brug kennen we allemaal. En dat was een of andere dude. Ik weet niet wat voor afkomst, boeit me ook niet. Maar die kerel die dacht van, weet je wat, ik loop op die brug heel chill. En ik ga daar gewoon weet je wel, een beetje op chillen. Maar wat gebeurde dus? Die brug ging dus gewoon omhoog. En dan had hij iets van, yo, ik loop nog wel. Ik weet niet waarom die dat deed, maar goed, je moet die video maar checken. Op een gegeven moment dan staat die brug helemaal rechtop zo. En dan staat hij daar bovenaan aan het hangen. En dan gaat de brug gewoon omlaag. En dan loopt hij gewoon heel normaal weg, alsof het een hele normale gebeurtenis is. Die video kwam ik tegen en ik vond hem echt geniaal. Dus heb je die nog niet gezien, check die even op YouTube. Kan je wel vinden, of op Dumpert of waar dan ook. Je ziet die dingen wel voorbij komen op Facebook. Dat is het voordeel van Facebook. Soms zie je echt zoveel dingen voorbij komen. En dan denk ik echt van, wow, chill. Dat is echt heel chill aan Facebook, vind ik. Weet je, heel vaak zeggen mensen, ja, Facebook verslaven, slecht voor je. En dan denk ik ook van, ligt aan hoe je het gebruikt, weet je wel. Dat zie je, zo zie ik het. Je kan Facebook gewoon hartstikke goed gebruiken, maar ook heel negatief. Je hebt ook mensen die posten soms dingen van, oh, ik heb hoofdpijn, oh, ik voel me slecht, oh, dit en dat. Dan denk ik van, yo, super. Of weet je wat ik de ergste poster vind? Misschien is het wel leuk om het daarover te hebben. Misschien over posten op Facebook die best wel irriterend kunnen zijn. Het eerste irriterende dingetje van Facebook posten zijn soms die ene posten waarin meisjes of misschien jongens of zo hun gevoelens
uiten, dat is niks mis mee. Dat is geweldig om te doen. Ben ik het mee eens. Maar als ze dan maar bijvoorbeeld een selfie neerzetten. Ik zeg maar wat, gewoon een selfie van hunzelf. Doe ik ook. Ik ben ook heel eerlijk. Ik maak ook selfies. Maar dan nog zo'n hele Engelse tekst erbij. I wish we were stronger together when I had you. It was first like. Dan denk ik van yo. Wat? Oké, die tekst. Maar wat heeft die tekst met die foto te maken? Jij staat zo op de foto. En je plaatst een tekst van. Ik voel me slecht, dit en dat. En dan denk ik ook van, hè? Ik kan die link nooit leggen, zeg maar. Dat heb ik altijd. Of als meisjes op Facebook zetten. Ah, ik heb hoofdpijn. Ja, dat is oké, dat heb je. Ja, oké. Niet alleen meisjes, begrijp me niet verkeerd. Dat is iets wat ik ook vaak zie. Of bijvoorbeeld, wat ik ook heel lastig vind aan Facebook soms te begrijpen, is als bijvoorbeeld iemand is overleden. Begrijp me niet verkeerd, dat is verschrikkelijk. Misschien is zijn mensen overleden. Dat blijft een hartpunt en daar ga ik ook niet op in. Maar als iemand overleden is en als ze dat op mijn Facebook zeggen. Lieve oom, ik wist nog goed 7 jaar geleden toen ik je zag. Rust in vrede. Dan denk ik van, yo, net of die oom gaat zeggen van, oh, ja, like. Die oom is er niet meer. En natuurlijk, voor de nabestaanden is het leuk om te zien dat jij geweldig veel om die oom gaf. Maar moet iedereen dat weten dat jouw oom is overleden? En dat je dan een hele Facebook ding moet posten net of die oom heeft van, oh, mooi status, like ik. Nee. Kijk, maar ik weet niet, misschien kijk jij het anders, hè? Misschien bekijk ik het verkeerd of doe ik, weet ik veel, dat kan ook. Misschien maak ik een fout hierin, begrijp me niet verkeerd. Maar dat is gewoon hoe ik naar kijk. Voor de rest vind ik Facebook gewoon wel relaxed. En voor alle mijn Facebook-kijkers en iedereen die het kijkt via Facebook en het filmpje denkt van, hey, ik ben ook heel actief op Facebook. En daarom vind ik Facebook een geniale manier. Ik kan niet altijd reageren op berichtjes, begrijp me niet verkeerd. De reden daarvoor is omdat ik echt onwijs veel berichtjes krijg op een dag. Ik ga niet zo van Popi, Jopi, Joel, nee. Ik krijg echt zeker, in één dag tijd heb ik zeker 10 tot 14 vriendschapverzoeken. Buiten dat heb ik ook nog, denk ik, 6 tot 7 mailtjes per dag. En dat is best wel veel voor mij. Want ik kan er niet altijd op reageren. Soms ben ik ook niet echt even in de mood om te reageren. Niks persoonlijks of zo. Gewoon eventjes iets van, ik ben ook gewoon een mens. Ik ben gewoon normaal. Ik wil niet gezien worden als de YouTuber. De geweldige. Nee joh, laat het gewoon eventjes lekker normaal blijven. Dat is gewoon lekker belangrijk. Maar goed, ik ga lekker een einde maken aan deze vlog. Anders worden jullie gek en boos op mij. Ik ga lekker nog eventjes een vrouw een video maken. Dus doe dat. En kijk eens voordat we gaan. Iets met iets heel belangrijks. Kijk even. Dit is mijn onderbroek. Dan weet je dat. Goed. Hij is schoon trouwens. Hij is echt schoon. Ik zei, hij is schoon. Misschien ga je denken van, hij is schoon. Echt waar. Hier. Geloof je hem niet? Schoon. Oké, dat was heel nasty. Goed. Dit is trouwens wel heel smerig. Ik heb ze maar een tijdje terug van die leren handschoenen gekocht, deze. En die stinken echt naar leer. Ja, daar kunnen we van leren. Snap je hem? Nee, ik ook niet. Goed. Hey, maar fijn dat je loopt te kijken naar deze vlog. En als je nog steeds kijkt, geef dan trouwens een like op deze video. Geef een like. Wil je trouwens ook een nieuwe kaarttruc video, waarin we kaarttrucs gaan doen? Geef dan ook een like. Ik ga ze even pakken, weet je wat? Ik ga ze even pakken. Deze heb ik jullie al een keer uitgelegd, toch? Deze, de Snapchange. Oh, wow. Oh, wacht, dat gebeurde niet in film. Oké, deze. Let op, hè. Wow, ik heb hier een ruitenvrouw. Zie je dat? Let op. Als ik met mijn handen schud. Oh, dan gaat het fout. Goed. Maar goed, ik kan jullie wel wat dingen uitleggen. Wat kan ik jullie uitleggen? Oké. Laten we afspreken. Bij de 30 likes op deze video. 30 likes op deze video? Ja, doen we. Dan ga ik jullie deze uitleggen. Let op, hè. Kijk hoe vet het is. Een dubbele waaier. Wow, gek. En dan kan je ook nog dit doen. Let op, hè. Ondersteboven. Vet. Ga ik bij de 30 likes uitleggen. Dus doe dat en dan ga ik jullie de dubbele waaier uitleggen. Kijk, deze kennen jullie al. Van, oh joh, super mooi. Maar dan ga ik jullie een dubbele uitleggen wat je nog erop kan zetten en wat je nog kan draaien. Dus bij de 30 likes ga ik dat doen. Dus zorg daarvoor, dat zou ik hartstikke tof vinden. En blijf lekker abonneren op de kanaal. Deel deze video's met mensen om je heen waarvan je denkt van, nou, die hebben er best wel nodig misschien. Nou, als je denkt van, nou, doe dat dan. Dat zou ik hartstikke tof vinden. Volg me toe op Instagram, niet vergeten. En op Facebook als je daar interesse in hebt. En dan blijf je op de hoogte van allemaal dingen die ik elke dag meemaak en zo. Dus dat is hartstikke tof. Dus doe dat. En dan zie ik jullie gewoon morgen terug met een nieuwe dagelijkse video. Mijn naam is Joel. Abonneer op dit kanaal. En ik zeg ciao!